Goedendag lieve mensen, welkom op mijn kanaal. Allereerst super bedankt voor alle nieuwe abonnees. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, maar ik ga het toch weer doen. Super bedankt, ik ben heel dankbaar daarvoor. Ik ben blij te zien dat er toch mensen zijn die mijn kanaal waarderen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, meld je dan aan. Druk op de rode button van abonneer. Want bij 250 abonnees, ik zit nu rond de 150 denk ik. Dus ik hoef er eigenlijk nog maar 100. Nou wil ik er natuurlijk wel meer. Maar voor het deck die ik ga weggeven, heb ik er nog 100 nodig. En dat zou super leuk zijn dat ik natuurlijk binnenkort dat kan weggeven. Dus meld je aan mocht je het leuk vinden om dit deck te bemachtigen. Of eventueel een van de readings. Het enige wat je dus eigenlijk hoeft te doen is te abonneren en te vertellen wat je graag zou willen. Een reading of het prachtige deck. Je hoeft niet per se te zeggen waarom, want het kan natuurlijk ook privé zijn. Ik zei dat in mijn eerdere video's wel, maar ik merk dat misschien mensen dat toch gevoelig vinden. Dus kijk wat voor jou goed voelt en meld je aan. Voor de mensen die al geabonneerd zijn, druk op het belletje. Dan krijg je de video's in je mailbox mocht ik er weer een uploaden. Dus dat is altijd leuk, hoef je niet te zoeken en dan kan je meteen bekijken. We gaan beginnen. Lieve maagd, hoe gaat het met jullie? In het tweeling zielenproces, want er zijn hele grote veranderingen. Ik merk in mijn readings, er zijn heel veel verschuivingen vinden er plaats. Heel veel karma wat uitgewerkt is. En dat is natuurlijk goed. Dus veel nieuwe beginnen. En ook veel ontmoetingen. Dus ik ben benieuwd wat het jullie gaat brengen. Of jullie ook een ontmoeting weer krijgen. Dus daar gaan we naar kijken. Wat ik ook altijd zeg. Mocht dit niet resoneren, laat het los. Maak het ook niet passend. Kijk dan eventueel in een van je andere charts. Of in je maan. Of in je ascendant, mocht je weten wat dat is. En anders kun je dat altijd opzoeken op een van de astrologische sites. Die zijn er genoeg, dus google het en je bent er zo achter. Dat is wel leuk, want het kan gewoon soms zijn dat het niet resoneert. Maar dat een ander teken dus wel op dat moment bij past. Want ja, we hebben natuurlijk verschillende elementen in onze horoscoop. Dus kijk daarna. Het is altijd wel interessant. Echt een ontdekking van jezelf, zeg ik altijd. We gaan beginnen. Het kan ook zijn dat de energieën overvloeien. Dus het kan zijn dat dit jij bent de bovenste en de onderste. Degene waar het om gaat of vice versa. Dus kijk wat resoneert en wat voor jou voelt. Wat voor jou is. Dus we gaan eens kijken. Nou, daar zijn jullie al. De Hermit. En de twee van staven. De kluizenaar is dit eigenlijk in het Nederlands. De negen kelken. Wauw. De gehangende. De hangman. Wauw, de empress. Jeetje, ook al. En temperance. Jeetje, jullie hebben. Nou, wat ik al zei. En de six of cups. Wauw. Dit zijn superkaarten. Ik zie hier 1, 2, 3, 4 van de grote ankra. Dat betekent dus dat jullie ook echt in een megacyclus zijn. Of degene waar je mee omgaat. Dus wat ik al zei, dat kan beide kanten opgaan. Dus kijk wat resoneert. Wat ik zie in het verleden. Jullie zijn dit, hè? De kluizenaar. Jullie zijn waarschijnlijk naar jezelf op zoek gegaan. Naar antwoorden in jezelf. En die heb je gevonden. Dat zie ik. Want je hebt voor een keuze gestaan. Maar die keuze zie ik altijd bij deze kaart. Eigenlijk weet je wel wat je wilt. Dus je gaat niet rond dit pad. Die twee paden. Maar je gaat eigenlijk dat dwars doorheen. Omdat je eigenlijk je doel al voor ogen hebt. En dat kan in de liefde zijn geweest natuurlijk. Want het is een twin flame reading. Dat resulteert in superveel geluk. En dit is een wenskaart. Dat is eigenlijk alles wat je wilde. Wat je eigenlijk in hebt wilde creëren in liefde of financieel gebied of emotioneel.
is je gelukt of voor degene waarmee je omgaat. En dat komt omdat je gewoon zelf onderzoek hebt gedaan. Je bent in jezelf gaan zitten, om het zo maar te zeggen. En je bent eigenlijk met je innerlijke werk bezig gegaan. En dat resulteert natuurlijk in de hangman. En de hangman, of de gehangende, wil zeggen dat jij dingen nu van een ander perspectief ziet. Jij ziet dingen nu die je voorheen gewoon niet hebt kunnen zien. En die cycle heb jij volbracht, omdat jij anders tegen dingen aan bent gaan kijken. En ja, dat is super mooi, want je bent eigenlijk aan het einde van de cyclus en je bent gewoon eigenlijk weer opnieuw begonnen met al de ervaringen die je hebt gehad in het verleden en het geluk wat je eigenlijk hebt gecreëerd door zelfonderzoek te doen. Resulteert het in de Empress, en dat is een vruchtbare kaart. Eigenlijk alles wat je wilt bereiken, dat kan jij bereiken. En dat wil zeggen dus, ja, emotioneel ben jij in balans. Dat zie ik hier ook. Temperance, dat is, heeft ook met geduld te maken, moet ik zeggen. Maar dit is een kaart, die krijg je niet zomaar. Jij weet hoe het werkt. Je hebt een visie gehad en je bent daar mee aan de slag gegaan. En het kan ook die ander zijn trouwens. Dus ik spreek nu van jou, maar het kan zijn dat die ander dat is. Sorry. Maar er kunnen ook mensen kijken die voor een ander kijken. Dus dat heb ik in het verleden zelf ook gedaan. Dus ik weet dat dat gebeurt. Maar ja, wat ik wil zeggen, vruchtbare kaart. Alles wat jij wil, kan jij bereiken met deze kaart. Je bent in balans. Emotioneel, liefdevol. Het kan zijn dat je iemand op je pad krijgt, want of diegene. Er komt iemand terug van het verleden. En dit is een kaart voor geduld. Kan misschien eventjes gaan duren, maar deze viel er ook uit. Dus die wilde ik er wel bij pakken. Want ja, het is natuurlijk een mooie kaart. Als die minder mooi was, had ik hem ook gepakt. Maar ja, ja, hij viel ermee uit. Dus ik denk, ik pak hem ook. Dat geeft ook weer een duidelijke beeld. Maar ja, door die impress ben jij in balans gekomen. En zou je wel wat geduld moeten hebben? Nou, op zich hebben jullie dat wel. Maar ja, het is wel belangrijk om dat geduld, om die evenwicht zeg maar te behouden. Maar er komt iemand aan, uit het verleden zie ik. En een liefdevol persoon, misschien iemand die je al eerder hebt ontmoet, je twin flame. Of die twin flame heeft jou aangetrokken. Dus ik spreek steeds over jou nu. Waarom weet ik niet. Dus het kan zijn dat jij dat ook bent, want normaal is het andersom. Maar op een of andere manier praat ik dat jij dit bent. Dus kijk wat resoneert. Lieve maag. Dus het ziet er super goed uit. Als jij dit bent, dan is het fantastisch. Als diegene is, is het ook fantastisch. Want vaak is het wel zo dat één elkaar oplift. We gaan eens kijken. De eerste kaart. Oké. Nou, dat is een vrij zware energie. Dat is de 9 zwaarden. Maar het is een energie, zeg ik altijd. En de zegenwagen. Nou, wat zei ik? Een hoofdstuk afsluiten, karma wiel. En weer een 8 zwaarde. Oh, kijk. Nou, dit is wel heel mooi. Ik heb hier de hoogpriesteres en de hoogpriester. Gewoon op dezelfde lijn. Wauw. Dat ligt in de toekomst. En justice, ook balans. Wauw, super. Wat ik wel zie, nou, in het verleden heb jij in je hoofd gezeten. Nu kunnen jullie wel vrij vaak denken, dus dat weet ik van de maagd. Jullie overanalyseren eigenlijk altijd alles. Dus dat is, ja, dat kan soms lastig zijn. Maar het zijn gedachten. Gedachten kan je omzetten. En ik zie, je had waarschijnlijk een innerlijk conflict samen met deze kaart. Dit kan ook zeggen dat je op reis bent geweest. Maar wat ik voel, ook aan de kleuren van de kaart, dat je echt in jezelf zat. En dat kan zijn omdat diegene of jij, het kan ook andersom, in kluizenaar positie was om zichzelf te ontdekken. Misschien niks hebt gehoord van diegene.
dat je je misschien zorgen hebt gemaakt erover hoe de connectie is. Maar lieve schatten, tweelingzielenconnecties zijn altijd bij je. Maar ik kan me voorstellen dat het gewoon wel zwaar is geweest. Dat je misschien dacht van, waar is diegene? Waar is diegene mee bezig? Nou, je ziet, als jij er bent of die ander, dat wat ik net al zei, ik sprak dat jullie dit waren. Maar het kan ook zijn dat het diegene is en dat het jullie gewoon zwaar heeft getroffen. Dat jullie misschien even niks van diegene hebben gehoord. Maar ja, daar komt verandering in. Er komt, of jullie zijn net of iemand of diegene, maar er komt iemand terug van het verleden. Het kan best dat jullie dat zijn geweest. Of dat jullie dat zijn. Maar ik zie ook dus karma, het karmawiel. Dus jij hebt ook, of diegene heeft gewoon ook cyclussen door moeten maken. Net als wat je hier zit. Dat zijn cyclussen die je moet doorstaan. En dat af en toe ga je nog terug in die energie. Maar wat ik hier altijd zeg, dit is eigenlijk een beetje dezelfde kaart. Je zou dingen van een ander perspectief moeten zien. Zou het moeten zien van wat heeft het je gebracht, het verleden. Wat kan ik daarmee doen? En daarmee kan je dat wiel ook weer omdraaien. Ik zeg altijd van, zwaarden, ze raken je niet. Tenminste, het lijkt erop, maar dat zijn ook lichtpuntjes. Dus wat ik hiermee zie is, wat jij hebt meegemaakt in het verleden, neem dat mee als een les. Dat zie je ook. Die puntjes die lichten op. Dus je kan het ook van een andere kant bekijken. Van waarom is dit zo gebeurd? Waarschijnlijk heb ik dit zo moeten meemaken. En neem mee wat voor jou in deze connectie of in je leven is gebeurd. Waar je een les uit kan trekken. En waar je eigenlijk kracht kan uithalen. Want dat zie ik. Want dit is een superkaart. Hetzelfde als ze zijn gelijkwaardig. En hoe mooi is dat? En waarschijnlijk komt diegene in je leven. Dus dit is gewoon, jullie staan eigenlijk gelijk aan elkaar. Is natuurlijk de ene mannelijke energie en de ander vrouwelijk. Maar deze man kan ook alles creëren wat hij wil. Die kan alles bezitten wat hij wil. Kan soms ook wel een beetje in emotie reageren. Dus dat zeg ik ook. En dat kan misschien soms of jij door dat verleden komen wat ik hier zie. Maar verder is dit ja, eigenlijk net als de een hele vruchtbare kaart. Dus ja, lieve maagd, geniet, ga daarvan genieten. Want het komt eraan en je zult evenwicht vinden. Die zwaarden die jij, of die belasting, dat die innerlijke conflicten die jij hebt of diegene. Dat gaat rust geven, dat gaat balans geven. En dat komt waarschijnlijk omdat diegene gewoon, of jij, komt weer in diegene's leven. Er komt iemand terug. En dat brengt balans. Je ziet hier ook balans. Je ziet hier twee cups. En ook geduld. Dit heeft ook heel veel met geduld te maken. Soms moet je geduld hebben in het leven. En vooral met tweelingzielenconnectie. Ik kan natuurlijk niet zeggen wanneer dit is, hè. Dus ja, toekomst is toekomst en tijd is natuurlijk, ik probeer altijd wel tijdlijnen neer te zetten, maar ja, het universum heeft zijn eigen tijd of die kent geen tijd, dus dat is altijd lastig. Maar in ieder geval ziet het er super uit. Jullie zijn vruchtbaar, jullie zijn beide, het kan ook resulteren dat jullie gewoon misschien in de toekomst samen iets gaan doen. Ik ga even verder kijken met de kaarten. Wat ze nog meer te zeggen. De Romans Angels deck heb ik hier. Misschien dat die nog wat duidelijkheid kan geven. Maar verder, lieve maag, kom uit die gedachte. Of tenminste, misschien is het ook je tweelingziel. Huwelijksreis. Nou ja. Geniet van de vrije tijd die je samen hebt. Dus waarschijnlijk komt hij gewoon. Hij komt weer terug. Of jij komt weer terug in zijn leven of haar leven. En ga leuke dingen doen. Ga op vakantie. Nou, kijk eens aan. Ware liefde. Maar ja, dat zie je hier ook. Jullie zijn een koppel. Jullie zijn onafscheidelijk. Nu zijn tweelingzielen dat. Natuurlijk altijd. Maar je ziet het hier ook. Dit is een koppel. Dit is een paar. Een power koppel. Dit is de romance van je leven. Hoe mooi. Wauw, ik zei het al, hè. Dus iedereen gaat elkaar weer ontmoeten. Er is zoveel verschuiving vindt er plaats. En ik vind het super mooi. Want dat willen we natuurlijk allemaal. We willen allemaal het tweelingziel weer zien.
Dus ja. Ik ga nog één eruit. Mogen we nog een boodschap ontvangen over deze connectie? Nou ja, deze twee komen eruit. Ziels, ik zei al, vruchtbaarheid. Zielsverwant. Ja, dit is je zielsverwant. Nou ja, dat... Ja. En kinderen, dat weten we vaak ook wel van Twin Flames natuurlijk. Dat het je echt je ziels, je Twin Flame is. En kinderen hebben hun invloed op je liefdesleven. Dus het kan zijn dat jullie kinderen hebben of dat jullie kinderen ja, krijgen. Dat ligt hier wel natuurlijk. Samen met die 9 of Cups, dat is een wenskaart. Hè? Dus... Het kan heel goed zijn dat jullie in de toekomst gewoon... Ja, of dat jullie kinderen... Ja, het is natuurlijk met tweelingziel soms lastig. Want misschien dat jullie al kinderen hebben. Dat jullie, maar in ieder geval is het natuurlijk super. Jullie zijn zielsverwant. Jullie gaan leuke dingen doen. Misschien een zwangerschap voor een enkeling. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat iedereen zwanger is. Want dat zou natuurlijk niet kloppen. Maar het kan zijn dat voor sommigen gewoon dat er wel in zit. In ieder geval komt diegene weer terug. Het kan zijn dat je hem al natuurlijk al hebt ontmoet. Maar het kan ook voor degene die je misschien één keer heeft gezien. Of misschien ja, single is. En misschien eigenlijk de tweeling, of je twin flame eigenlijk wil ontmoeten. Misschien uit vorig leven. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat zit er natuurlijk soms altijd hier vast op deze aarde in. Transformatie, nou dat zei ik al. Je relatie met iemand anders staat op het punt zich te verdiepen. Deze had ik net ook bij een andere reading. Ik zei het al, dus de energieën zijn super. Ik vind het echt, ik ben helemaal enthousiast. Ik vind het zo mooi om te zien dat iedereen eigenlijk gewoon elkaar weer gaat zien. Want dat is niet altijd zo. Ik heb ook readings en daar is het natuurlijk niet altijd. Maar ik merk... En je kunt het terug, je kunt ze allemaal kijken als je wilt, als je tijd hebt of zin. Vrijheid, er is niets wat je zou kunnen tegenhouden. Nee, nou dat is ook zo. En vrijheid zie ik ook, bevrijd je van de gedachten. Want niks kan je tegenhouden. Dat wiel van karma gaat positief draaien als jij gedachten positief zet. En dat is natuurlijk heel mooi. Nou, deze trek ik ook heel vaak. Vriendschap. Kleine attenties onderhouden de vriendschap. Dus misschien krijg je cadeautjes. Je ziet hier ook iemand die staat er ook met een kindje met iets in zijn hand. Mooi hoor. Super. Ik ga nog van de tweelingzielendek en nog wat andere kaartjes trekken. Dat weet ik zo niet. Hoe die heet dat kleine deck. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik vergat hem steeds. Maar ik gebruik hem toch vaak. Want er komen... Ja. Ik had net bij de vorige reading. Van de... Even denken. Van wetenschap. Er kwamen zoveel kaarten uit. Ik heb ze allemaal gepakt. Maar ze waren allemaal positief. En er zitten ook echt negatieve kaarten. Van narcisme. Of van... Zelf sabotage, maar het was allemaal gewoon oké. Dus misschien heb je ook weegschaal in je chart. Ga het eens nakijken. Het is altijd leuk om jezelf te ontdekken. En waarschijnlijk heb je dat al gedaan. Of diegene. Maar kan ik jullie ook aanraden. Voor degene die dat nog niet hebben gedaan. Maar de meeste mensen die hiermee bezig zijn. Die zijn al vaak op zelfonderzoek. Die kennen zichzelf. En die weten vaak ook wel. Wat hun zon of ascendant of maan en ascendant is. Graag een boodschap. Kijk, impulsiviteit. Onbezonnen acties leiden tot onaangename zorgen. Bezin eer je begint. Nou, dat zei ik al. Dus dat heeft te maken dat je waarschijnlijk ja, in je hoofd zit. Dan ga je vastzitten in je gedachten. En dat moet natuurlijk niet. Want dat hoeft niet. Want dat karma wiel, dat kan
die kant op, dus negatief, maar kan ook positief. En ik zie dat jullie daar overheen komen, hoor. Dat, wat ik al zei, jullie gaan het van een ander perspectief zien. Jullie gaan zien dat de dingen die jullie hebben meegemaakt in het verleden, en dat hoeft niet per se met de tweelingziel te maken te hebben, maar gewoon van issues vanuit je verleden of karmische relaties, dat jullie dat gaan zien als een lichtpunt en daar kracht uit gaan halen. En dat resulteert in ja, de emperor. Super, super, super. Of de hoogpriesteres. Of de hoogpriester. Soms heb ik de neiging om het in het Engels te doen. Natuurlijk zijn vaak de kaarten ook in het Engels. Dus ja, dan neem je het automatisch aan. Ik kan nog trouwens wel even de astrologie benoemen. Ik zie hier dus jullie teken, maagd. Het kan zijn dat hij dat is, of jij, of misschien zijn jullie bijna hebben jullie dat in je chat. Vuurtekens, leeuw, boogschutter of ram. Watertekens, vissen, kreeft of schorpioen. De Hangman, moet ik even denken, welke was het ook alweer? Weet ik zo niet, sorry. De Empress is, dit is de stier. En Venus, Venus teken, dus dat, bescherming. Nou, deze trek ik ook altijd. Tenminste, in heel veel readings. De kosmische kracht biedt je tweelingziel en jezelf onvoorwaardelijke bescherming. Ja. Dat is ook zo. Er is altijd bescherming. Welk pad je ook gaat. Kan ik wel laten zien. Je ziet hier dat hele mooie pad. En je ziet eigenlijk, hij vervaagt een beetje. Maar die engelen, die bescherming, die is al, die lopen eigenlijk. Als je hier oploopt, die vleugels beschermen jou en je tweelingziel eigenlijk. Dus ook de connectie, maar ook jou. Dus waar je ook heen gaat, ook al is dat pad niet duidelijk. Je hebt altijd bescherming, ook al zie je het niet. En dat is natuurlijk heel mooi, want ja, soms willen we, zoals nu, ook antwoorden, hè? Maar soms heb je ook geen antwoord. Soms is het gewoon een mysterie en dan moeten we geduld hebben wat hier ligt. Potentieel. Je bezit potentieel om de universele tweelingziel energie uit te dragen. Deze trek ik ook vaak. Sommige kaarten die zie je nooit en deze die komen heel vaak naar boven. Ja, nou dat is ook zo. Maar lieve schatten, dat jij of je mannelijke energie. Ja, leer van de dingen die jij hebt meegemaakt. Die zijn niet leuk geweest, dat zie ik, want het is best wel zware energie. Maar het zijn gedachten. Dat zeg ik zo vaak, maar zet die gedachten om en waar jij iets positiefs uit kan halen. Ook al zie je dat misschien nu niet. Maar ja, probeer dat. Ja, en geloof ook in jezelf. Dat is ook heel belangrijk. En geloof, nou ja, wat hier ook staat. Dat jullie één zijn, hè? Dus als jij aan jezelf werkt, dan helpt dat de tweelingziel ook. Ik ga nog een aantal kaartjes van deze, of tenminste één. Kijk hoeveel eruit vallen. Want... En dan sluit ik hem af. Mijn lieve maag, laat het me weten als het resoneert. Doe dan een duimpje omhoog. Vind ik super leuk. Dat is ook een waardering dat jullie het ook echt leuk vinden. Maar weet ik dat maagden altijd niet zo heel erg enthousiast zijn met duimpjes. Maar dat geeft niks. Ik weet dat jullie kijken. Het feit dat jullie al kijken zegt ook al genoeg. Maar een duimpje zou heel leuk zijn. Dat waardeer ik heel erg. Net als natuurlijk de abonnees. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, wat ik al zei. Meld je dan aan. En druk dan gelijk op het belletje. Dan krijg je dus de video's in je mailbox. Maar ja, lieve maagd. Het ziet er super uit. Jullie gaan elkaar gewoon weer zien. En wanneer weet ik niet. Dus geduld ligt er. Dus je zal geduld moeten hebben op diegene. Dus kijk wat, hoe de energieën voor jou voelen. Ja, dit is een wenskaart. En de many options, kies om een ring. Dus het kan zijn dat diegene misschien of jij
voor een keuze staat. En dat je daarom in je hoofd zit. Dat zou heel goed kunnen. Dat er in het verleden iemand anders tussen zat, tussen de connectie. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak, hè, met tweelingzielen. Dat dat misschien, ja, dat je dat zorgen maakt. De butterfly. Super, super, super. Relatie komt eraan. Een nieuwe fase. Het helen van je innerlijke kind. En groei. Nou ja, als jij dit bent. Of diegene. Maar in ieder geval, dit is ook... dit is op, met een ander perspectief. Maar wat ik zeg, jij groeit. Je gaat groeien, of diegene in ieder geval. En het, ja, die liefde komt er gewoon aan. Het is de chaser. Waarschijnlijk heeft misschien iemand... is angstig om die commitment in het begin aan te gaan. Dat kan het ook zijn. Wat ik hier zie is... omdat deze connectie natuurlijk heel heftig kan zijn, kan het zijn, je hebt de runner en de chaser. De een die wil graag altijd dan de ene terughalen. Maar dat, lieve schatten, dat werkt niet zo. En of jij dat bent of diegene, voor de mensen die voor de ander kijken. Maar dat werkt niet zo. Want dan is het codependent. En dan is het niet vrijwillig. En dat moet je niet willen. Want dan... dat komt niet ten goede voor de connectie. En ook niet voor jezelf, hè? Maar dan ga je in je hoofd zitten. En misschien is dat gebeurd. Dat je dus, of diegene achter jou aanrent. En dat de een dus is weggerend. Want dat gebeurt natuurlijk in tweelingzielenprocessen vaak. Maar lieve schatten, het komt goed. Want hier zie ik abundance. En dat houdt in. Blijf positief. Dat zei ik ook al. En manifesteer precies wat je wil. En gratitude en bliss staat hier. Dus lieve schatten, doe dat ook. En misschien heb je deze boodschap ook moeten zien. Om je bewust te worden van je eigen gedachten. Of misschien van diegene. Als je kijkt voor een ander. Maar in ieder geval is het zo... Van elk ding wat je hebt meegemaakt in het verleden, daar leer je van. En dat kun je misschien nu nog niet helemaal zien. Want je zit nog een beetje in die angst. Maar stap jij uit die energie en ga jij dus spelen met het. Want je ziet hier eigenlijk twee cirkels. Die kan jij draaien. Je kan deze kant op, weer naar deze angst. Is dit wel een eindkaart? Dit eigenlijk ook. Het zijn dezelfde energieën. Maar dat wiel kan ook de andere kant op. Dus ga jij met je gedachten, met die mooie lichtpuntjes aan de slag van wat het jou heeft gebracht. Dan gaat dan... En dat doe jij. Ik zie dat. Maar... En je kan wel eens terugvallen, dat geeft ook niks. Maar probeer dat te overwinnen. En probeer alles weer helder te zien. Want nou ja, dat gaat je wel lukken, ik zie het. Maar ja, probeer dat wel. Want dat komt de connectie ten goede. En je ziet het, alles is hier. Passie, of transformatie, vrijheid, vriendschap, zielsverwant, huwelijksreis... ware liefde. Dus wat wil je nog meer maken? Het is echt super mooi. Ik ga de reading afsluiten, want het is eigenlijk wel, het is nu wel duidelijk. Ik wens jullie heel veel sterkte. In ieder geval om hier uit die cycle te komen, want dat hebben jullie wel nodig. Maar ik zie dat jullie dat gaan doen en er komt iemand terug. Dus wees geduldig als jij dit bent. En voor degenen die in deze energie zitten, kom uit die energie. Ga met jezelf aan de slag. Op een positieve manier. Je zult zien dat gaat resulteren in stabiliteit, in evenwicht. In alles wat jij wil creëren, kan je. Die kaart viel ook. En
Die relatie die komt eraan. Alleen, ja, je moet, gaat een nieuwe fase in. Alleen, ja, je moet wel wat geduld hebben. Dat kan niet eerder als één van jullie in balans is. En dat gebeurt. Want hier zijn twee balanskaarten. Alleen, de een heeft wat meer, moet wat meer geduld hebben. Maar dat komt helemaal goed. En dan, jullie zijn een powerkoppel. Echt, jullie zijn zielsverwanten. Jullie horen bij elkaar. Jullie zijn echt twin flame. Dat zie je. Dat spat er vanaf. En ja, hoe mooi is dat? Dat jullie weer in balans komen. Dus kom uit die energie, zou ik zeggen. Ga aan de slag met de dingen die je... Zet het om in kracht. Want dat kunnen jullie. Jullie zijn... Ja, dat jullie zijn... Jullie zijn juist mensen van groei. En jullie hebben altijd een goede visie. Dus gebruik dat. Want dat hebben jullie nodig. En ja, dan zul je zien, dan kom je weer in je kracht. En dat gaat zoveel goeds brengen. Ik wens jullie daar heel veel geluk mee. En laat het me weten. En ja, abonneer, wat ik al zei. Dat zeg ik altijd aan het eind. En dan zien we elkaar misschien snel. Een fijne dag in ieder geval. Doeg!